politie heeft vanaf het begin van de partiële lockdown zoveel als mogelijk preventief gehandeld tegen samenscholingen van meer dan 10 personen. Dit zei inspecteur Rishi Akal donderdag op de persconferentie van de overheid. Hij gaf aan dat de politie in diverse buurten is geweest om het volk op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Akal benadrukte dat als mensen zich toch niet houden aan het samenscholingsverbod, de politie genoodzaakt is om ze te verwijderen van de locatie. De inspecteur wijst erop dat de overtreders ook in bewaring genomen kunnen worden. Maar in het uiterste geval, wanneer het op recidive aankomt en de politie eigenlijk dwelt met de kraan open, terwijl het om de veiligheid gaat van ons allen, waarbij wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben, dan hebben wij natuurlijk een wettelijk kader als instrument. De openbare ordehandhaving die wij conform het politiehandvest kunnen uitvoeren. Op basis daarvan kunnen wij dus zulke mensen overbrengen en natuurlijk in bewaring stellen. De uitzonderingswet COVID-19 geeft ons ook de bevoegdheid om de personen die die wet overtreden, met name zich begeven na 8 uur op straat of zich tijdens de voor de lockdown, voor de tijd van de lockdown, zich ophouden met 10 mensen bij elkaar, dat wij ook deze mensen op basis van die wet kunnen aanhouden en overbrengen. Inspecteur Akal zegt dat samenscholing van meer dan 10 personen een overtreding is op de wet uitzonderingstoestand. Hij benadrukt dat dit een strafbaar feit is. Waarop minimaal 6 maanden hechtenis staat, of maximaal, 6 maanden hechtenis en de boete van de tweede categorie. Dus dat is ons instrumentarium. Primair vragen wij van de politie om aan de samenleving natuurlijk om uw eigen verantwoordelijkheid op te pakken. Laten wij de sociale controle invoeren en zoveel als mogelijk de regels naleven in belang van onze natie, onze eigen veiligheid. Natuurlijk zijn wij dan daar als veiligheidsinstituut om waar nodig de nodige maatregelen te treffen. Inspecteur Rishi Akal. Hij sprak donderdag op de reguliere persconferentie van de overheid. Akal benadrukt dat het niet naleven van de COVID-19-maatregelen strafbaar is.